hoop, ondanks harde taal in Lima. Akkoord Hebron weer uitgesteld en ijskoud over de drempel, Vreira Wimkamp. Goedenavond, dames en heren. De laatste dag van het jaar begon hoopvol in Lima, de hoofdstad van Peru, waar de gijzeling in de woning van de Japanse ambassadeur nu 2 weken duurt. En ondanks harde woorden van de rebellen is die hoop gebleven. Ook al omdat de pers in de woning is toegelaten. Het was de tot voor kort zo onverzettelijke Peruaanse president Fujimori die een opening bood. Eventueel is hij bereid de rebellen van Tupac Amaru naar het buitenland te laten vertrekken, als ze tenminste hun wapens neerleggen en de overgebleven 83 gijzelaars laten gaan. Maar de zwaar bewapende gijzelnemers blijven bij de eis dat hun kameraden uit de gevangenis worden vrijgelaten. Maar in Lima denkt men toch dat Tupac Amaru in werkelijkheid aanstuurt op een einde van de gijzelingsactie. Voor het eerst in 2 weken mochten cameraploegen vanochtend dicht bij de residentie komen. Dat leidde tot chaotische taferelen. Nadat een Japanse journalist de gijzelnemers naar binnen was genood, drongen meer cameramensen zich de villa in. Een gemaskerde gijzelnemer gaf daar een geïmproviseerde persconferentie, gesecondeerd door 2 jeugdige guerrilleros. Ook Peru's minister van Buitenlandse Zaken sprak met de journalisten. Eerder had een onzichtbare gijzelnemer via de open toegangspoort een verklaring naar de televisieploegen geschreeuwd. Dat was een politiek betoog. De gijzelnemers eisten een betere behandeling voor hun gevangen kameraden. En ze zeiden dat ze doorgingen met de gijzeling tot hun eisen zijn ingewilligd. Maar ze herhaalden dat ze geen bloed vergieten willen. De operatie militair was geplanificeerd om te evitar in lo posible, in lo extremo posible, de que haya heridos entre la gente que asistía a esa reunión. De situatie is op het ogenblik zeer verwarrend. Aan de ene kant zijn het de rebellen die zeggen dat ze doorgaan. Aan de andere kant is het president Fujimori die voor het eerst heeft gezegd vandaag dat de gijzelnemers eventueel een vrijgeleide naar het buitenland kunnen krijgen. Ondanks hun volhardende houding lijken de rebellen dus toch de deur op een kier te houden voor onderhandelingen. Hun leider zei tegen journalisten dat minister Palermo en bisschop Cipriani welkom zijn als bemiddelaars, maar dat ze op hun standpunt blijven staan. Er is nog altijd geen akkoord over Hebron, de laatste stad op de westelijke Jordaan-oever die Israël moet verlaten. De aangekondigde top tussen de Palestijnse president Arafat en de Israëlische premier Netanyahu gaat niet door. De twee zouden elkaar vanavond ontmoeten om de laatste hand te leggen aan een overeenkomst. Maar de ontmoeting is uitgesteld. Officieel omdat Netanyahu in het parlement een debat moet bijwonen over zijn omstreden begroting voor volgend jaar. Maar het lijkt ook te rommelen binnen het kabinet van Netanyahu. Vanochtend waren de Israëlische en Palestijnse onderhandelaars nog optimistisch en dachten dat eindelijk een punt kon worden gezet achter de al maanden voortslepende onderhandelingen over Hebron. Today we will hope that it will be the last day for these talks and for and we want to go to the new year with a new hope between the two sides. Maar later op de dag bleek dat er toch nog problemen zijn die een akkoord in de weg staan. De Joodse kolonisten in Hebron hebben desondanks de indruk dat voor hen het uur van de waarheid is aangebroken. Uit protest hebben ze een gebouw bezet in de oude binnenstad, waaruit de Joodse bevolking in 1929 werd verdreven. Het blijft er dus omspannen in Hebron, waar zo'n 400 kolonisten door een Israëlische legermacht worden bewaakt in een enclaves te midden van 120.000 Palestijnen. Schmat Tarpat lo nishkechu, Tarpat lo nishkach.
Wanneer het Israëlische leger zich terugtrekt is nog steeds niet duidelijk, omdat Netanyahu opeens ook met groeiend verzet wordt geconfronteerd binnen zijn eigen coalitieregering tegen een Hebron-akkoord met Arafat. Netanyahu heeft vandaag laten doorschemeren dat de interne oppositie wel eens ertoe zou kunnen leiden dat hij wordt gedwongen om een andere regering te vormen samen met de arbeiderspartij van oppositieleider Peres. De Palestijnen hopen dat het morgen toch tot een ontmoeting komt tussen Arafat en Netanyahu, maar waarnemers achten dat zeer onwaarschijnlijk. De Palestijnen vieren op 1 januari de verjaardag van Al-Fatah, de door Arafat opgerichte Palestijnse verzetsorganisatie. Het nieuwe jaar brengt Nederland in elk geval het voorzitterschap van de Europese Unie. Daar heeft vooral Nederland het zelf erg druk mee. Voor de meeste Europese burgers leeft een thema als de euro meer dan het telkens rolerend voorzitterschap. Een rondgang. Do you know who is gonna have the presidency next year of the European Union? Yes, it's moving from Ireland to Holland. Oh, that's a difficult question. I'm not really sure. You knew? I can't remember either. No, I can take the UN. It's gonna be the Dutch. Is it really? Is it? Oh, well, there you go. Est-ce que vous êtes au courant quel pays va avoir la présidence européenne le 1er janvier? Non, aucune idée. Désolé. Alors là, je sais pas. Quel pays? Quel pays? Monsieur l'Europe, est-ce que vous êtes au courant quel pays va avoir la présidence européenne le 1er janvier? Je sais pas. Wissen Sie auch, wer den Vorsitz hat in der EU? Kann ich im Moment nicht sagen. Nein, weiß es nicht. Ganz ehrlich? Nein. Die Niederlande. Niederlande. Die Niederlande, das ist auch in Ordnung. Lei sa, quale paese sarà presidente dell'Unione Europea da gennaio? No, purtroppo no. Sa quale paese sarà presidente dell'Unione Europea da gennaio? De gennaio? Luanda. Bravo. Dat dus nog niet alom bekende voorzitterschap van Nederland is volgens premier Kok geen lodenlast, maar wel spannend. Inspannend wordt het in elk geval, want onder Nederlandse leiding moet de samenwerking in Europa, waar zo verschillend over wordt gedacht, uitmonden in een nieuw verdrag, dat van Amsterdam. Symbolisch of niet? Het torentje van premier Kok wordt ijsvrij gemaakt. Morgen gaat het echt beginnen. Dan is deze werkkamer aan de Haagse Hofvijver even het hoofdcontrolecentrum van Europa. Nederland is voor een half jaar voorzitter van de Europese familie. Op het Binnenhof moeten ze er nog een beetje aan wennen. Want hoeveel leden telt de Europese Unie eigenlijk? 15, geloof ik. Ja, dat is ook een getal, maar dat weet ik zo niet precies. 15. Ja, de tijd van 12 is voorbij. We schieten nu naar de 25. We zitten nu halverwege. Waar het ook toe leidt, heel Europa kijkt naar Nederland, naar premier Kok. Ik zie de komende maanden als heel spannend, ook als inspannend, maar niet als een lode last. We weten dat ook door een aantal omstandigheden de onderhandelingen over die regeringsconferentie misschien moeilijk zullen zijn. We weten dat Europa ook verantwoordelijkheid heeft naar partners in de wereld, dichtbij, vroeger Joegoslavië, verhoudingen met Rusland, Midden-Oosten, betrekkingen met Amerika, noem het maar op. Dus op al die punten wordt er juist naar Nederland gekeken als het gaat om initiatieven. Als het gaat om het nemen en geven van antwoorden of reacties namens Europa op ontwikkelingen. En je kunt dus talloze redeneringen geven waarom het lastig zal zijn. Maar ik vind dat die lastigheidsgraad nou juist een reden moet zijn om even rechtop te gaan zitten. En niet al te somber te zijn. Het doel het komend half jaar is het verdrag van Amsterdam. Daarin moeten afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld een gezamenlijk buitenlands beleid. Dat is nu ver te zoeken. Het bestuurbaar houden van Europa. Zeker als er straks meer landen lid van de Unie worden. De grenzen moeten open. Frankrijk houdt ze dicht richting Nederland vanwege de drugs. En Engeland wil een eiland blijven en houdt vast aan controles. En er zijn afspraken over meer democratie nodig. Want het Europees Parlement wordt alleen door de parlementariërs zelf serieus genomen. Het verdrag is van groot belang. Het is niet alles.
We zullen wel alles doen om het tot stand te brengen. Mocht het onverhoopt door omstandigheden die wij niet kunnen beïnvloeden niet voldoende lukken, dan moeten we daar reëel over zijn. Is het erg Nederlands om te zeggen, hij doet dat misschien wel goed, maar er zijn zoveel tegenstellingen, dat lukt hem nooit. Het is typisch Nederlands om dit soort dingen met een zekere gereserveerdheid gade te slaan en te denken, nou eerst nog eens zien. In dat opzicht voel ik me ook wel heel goed bij al die andere Nederlanders thuis, want ik heb zelf die eigenschap ook. Je gaat er voluit tegenaan, maar je bent natuurlijk voorzichtig in die zin dat je met beide benen op de grond staat. De kantine moet nog worden verbouwd, maar hier vergaderen straks in juni 15 regeringsleiders over de toekomst van Europa in het gebouw van de Nederlandse Bank. Premier Kok wil niet te ambitieus lijken. Het is ook bijna een onmogelijke taak om dit Europa op één lijn te krijgen. Meer samenwerken betekent ook dat elk land een beetje macht moet inleveren. En daar zijn maar weinig regeringsleiders toe bereid. Het verdrag van Amsterdam, het wordt een hele zware klus. En niet alleen het prestige van Nederland staat op het spel. Ook dat van premier Kok en minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken. Of ze nu willen of niet. De Servische president Slobodan Milošević is bereid de verkiezingsuitslag van 17 november alsnog te respecteren. Dat zegt een aantal Europese diplomaten. De Servische regering bestudeert de mogelijkheden om de aanbevelingen van het OVSE-rapport over te nemen. Op het plein, waar nu al 44 dagen wordt geprotesteerd, wordt alles in gereedheid gebracht voor het eindejaarsprotest. Met wekkers die precies om middernacht af moeten gaan, willen de demonstranten Milošević laten weten dat zijn tijd begint op te raken. En dat hij de verkiezingsuitslag van 17 november moet erkennen. Het lijkt er nu dus op dat hij dat zal doen. Onderzoeksrechter Jean-Marc Connerot is in België uitgeroepen tot man van het jaar. Hij was verantwoordelijk voor de doorbraak in de zaak Dutroux. Connerot kreeg een heldenstatus toen het Hof van Cassatie hem van de zaak Dutroux afhaalde. Reden was dat hij een bord spaghetti mee at op een benefietfeestje van nabestaanden van vermiste kinderen. Als ik maar niet weer naar een feestje hoef, verzuchtte Connerot toen hij het nieuws hoorde. Bij de verkiezing scoorden strijders tegen kindermisbruik hoog en politici, zoals premier De Hane, opmerkelijk laag. Een recordomzet voor de staatsloterij. De 2,2 miljoen loten van de oudejaarsloterij zijn uitverkocht. Daarmee is in één klap een omzet gemaakt van 110 miljoen gulden. Vorig jaar was dat slechts 85 miljoen. Volgens een woordvoerder van de staatsloterij liep de lotenverkoop zo hard door de introductie van het superlot. Goed voor een hoofdprijs van 10 miljoen gulden. De kans dat de bezitter van een lot een groter of kleiner bedrag wint is statistisch gezien 1 op de 3. Niet alles wordt duurder in het nieuwe jaar, maar wel veel. De gasrekening zal hoger uitvallen, de benzine wordt duurder, net als tabakswaren en openbaar vervoer. En ook de gezondheidszorg, waarvoor een eigen bijdrage wordt verlangd. Wie ziekenfondsverzekerde is, gaat in veel gevallen een eigen bijdrage betalen. Niet voor een bezoek aan de huisarts, maar wel bij de specialist of bij het aanschaffen van medicijnen bij de apotheek. Een verblijf in het ziekenhuis kost voortaan 8 gulden per dag. De maximum bijdrage is 100 gulden voor ouderen en mensen met een uitkering. En 200 gulden in alle andere gevallen. De bijdrage wordt pas achteraf verrekend. Het blijft min of meer hetzelfde, omdat het maximum van de eigen bijdrage wordt in feite gecompenseerd door de verlaging van de zogenaamde nominale premie met 110 per jaar. Gaat het om een alleenstaande en komt hij aan het maximum van 200 gulden, dan krijgt hij ook nog eens aan het eind van dat jaar 90 gulden van zijn ziekenfonds terug. Dus om en nabij komt men neutraal uit. Maar waarom is die regeling dan getroffen? De regeling is getroffen als een vorm van medefinanciering van de zorg door de burger rechtstreeks. En omdat men hoopt dat er een zekere remmende werking van uitgaat op de consumptie. Ook de meeste particulier verzekerden hebben in het nieuwe jaar een vast eigen risico van 200 gulden per jaar. En dan de gasrekening. Die gaat volgend jaar flink omhoog. Allereerst door een hogere energieheffing. Die gaat van 3,8 cent naar 7,5 cent per kubieke meter. Maar ook de vaste verkoopprijs van aardgas zal stijgen. Ook een kaartje sturen wordt duurder. Voor het losse drukwerk moet vanaf morgen een postzegel van 80 cent worden betaald. De porto voor brieven blijft hetzelfde. En dan de automobilist. Die gaat meer betalen voor de benzine, 1 cent.
En de diesel, net als autogas, wordt 2 cent duurder. Vanaf juli komt daar een heffing van 15 cent bovenop. Maar de motorrijtuigenbelasting gaat dan omlaag. Op 1 februari worden sigaretten en check 17,5 cent duurder. Een pakje met 25 sigaretten kost dan 6 gulden en een dubbeltje. Reizen per trein, tram en bus wordt ook duurder. De strippenkaart van 11 gulden kost morgen 11,25 gulden. Treinkaartjes worden gemiddeld 2,5% duurder, afhankelijk van de te reizen afstand en de kaartsoort. Als Rotterdam de grootste haven ter wereld wil blijven, moet er haast worden gemaakt met de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Dat is volgens Rotterdam mogelijk met een speciale wet die de planningsprocedure verkort. Want als die besluitvorming te lang duurt, dan komt de Tweede Maasvlakte te laat. En moet Rotterdam straks bedrijven de deur wijzen. Net als die andere mainpoort, Schiphol, groeit ook Rotterdam uit zijn jasje. De Maasvlakte bij de haven raakt vol. De gemeente wil dat Rotterdam hoe dan ook de grootste haven ter wereld blijft. En dat kan alleen als er uitgebreid wordt. Dat moet zelfs, want de ruimteverslindende containeroverslag zal jaarlijks 4% groeien. Rotterdam wil daarom een tweede Maasvlakte bouwen voor de kust van Zuid-Holland, waar nu nog water en duinen zijn. Rotterdam wil dat Politiek Den Haag snel een besluit neemt over de aanleg van Maasvlakte 2. Zo luidde de boodschap tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Als we doorgaan met het uitgeven van gronden in het tempo wat we op dit moment kunnen waarnemen, dan zijn we in 2001 uitverkocht wat grotere terreinen betreft. En dat betekent dat we dan dus nieuw terrein moeten hebben. Rotterdam stelt voor om de lange planningsprocedure die nodig is voor zo'n project in te korten. Als het mogelijk is om een instrument te vinden wat versnelling zou bieden, bijvoorbeeld een speciale wet om die Maasvlakte 2 te realiseren, als dat verkorting zou kunnen geven, dan hoop ik dat men dat inderdaad in Den Haag beslist om dat te gaan doen. Natuur en Milieu vindt dat Rotterdam deze kabinetsbeslissing probeert voor te koken. De beoogde locatie is een belangrijk duingebied. En vraagt Natuur en Milieu zich af, is die tweede vlakte wel nodig? In Rotterdam vinden ze van wel. Ze investeren de komende tijd niet voor niks 4 miljard in de haven. Bibberend naar het vuurwerk kijken met een bijna bevroren glas champagne in de hand. Dat wordt oudejaarsavond 1996. En men moet nog oppassen ook. Met alcohol op is het gevaar voor onderkoeling nog groter. Volgens artsen lopen verslaafden en ouderen, ik ook dus, het grootste risico met deze lage temperaturen. Komende nacht bleef Nederland met een temperatuur van minus 15 graden de koudste oudejaarsnacht sinds 1979. Met te veel drank op kan het vuurwerk bekijken buiten soms wel eens gevaarlijk worden. Het is enerzijds het gevaar dat je het minder gauw doorhebt en minder verstandig bent. En anderzijds is het gevaar dat je vaatverwijding krijgt en dat het lichaam minder goed in staat is om de verbrandingsprocessen aan te zetten en zelf de temperatuur op te voeren. Voor daklozen, verslaafden en zwervers is in de 4 grote steden 2 weken geleden al de nachtopvang sterk uitgebreid. Iedere nacht zijn alle daklozen in de nachtopvang welkom. En de restrictie van maximaal 4 nachten per maand is tijdelijk vervallen. Maar een enkeling blijft toch liever buiten. Er zijn een aantal hardliners, zoals wij dat noemen, die toch... Je moet ook nogal wat voor over hebben om daar op het toch kamers liggen met andere mensen te liggen. Als je dat niet gewend bent, is dat ook niet altijd fijn. Maar we zoeken mensen op, we brengen ze dan extra dekens. We houden in de gaten of ze goed weten waarom ze buiten zijn. En hebben we het idee dat ze dat niet meer goed weten, dan overleggen we met de crisisdienst en de GG en GD. Ik heb wel eens bevroren ogen gehad vorig jaar in Rotterdam. Toen was ik nog in Rotterdam en toen heb ik bevroren ogen gehad. Moest ik naar het ziekenhuis. Je houdt het niet vol. Ik heb vroeger bij de Mengde Plaza geslapen voor de deur. Nou, je houdt het niet vol. En dan met veel dekens en omdat ik een vriendin heb, dus tegen elkaar aan leggen en dan zo word je warmer. Ik ben ook bang. Ik slaap ook liever niet als wel. Ik slaap pas als ik echt omval van de slaap. Ja. Waar ben je dan bang voor? Ja, dat ik doodvries. De angst voor doodvriezen is gegrond. 2 weken geleden is in Amsterdam op een bootje in een van de grachten een Italiaanse dakloze doodgevroren. Vannacht wordt het helder en koud tot zeer koud met minima van min 10 op de Waddeneilanden tot min 16 in het oosten. Morgen is het overal zonnig. Hoogste temperatuur ongeveer min 8 graden.
We begonnen dit journaal met het nieuws dat er toch nog hoop is op een vreedzame afloop van de gijzeling in Lima, ondanks het feit dat de rebellen in de ambassadeurswoning tegenover journalisten harde taal gebruikten. Dit was het laatste journaal van 1996. We wensen u een prettige jaarwisseling. Dames en heren, goedenavond.